de stad heen te crossen. Maar het gaat alleen naar deze locaties hier achter mij. Dus niet naar de kroeg. En ook niet naar de kermis. Want de kermis doen we vandaag hier. Er zijn slechts 5 beschikbaar, dus we kunnen niet allemaal tegelijk. Gelukkig zijn de meeste locaties op loop. Klaar was, zei hij, zo, dan ga ik nog even bellen. Hij belt elke avond namelijk met God. Wat bespreek je dan met hem, vraag ik. Oh, even hoe het gaat, antwoordde hij. En hij toetste de geheime code op de houten rand van zijn bed, hield zijn vuist naast het oor en zei, hallo God, met Jacob. Ja, ja, dan moet je een kopje thee maken. Ja, oké, tot morgen. Toen hing hij op. Thee, vroeg ik. Ja, antwoordde hij, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Hij was verkouden. Vanavond riep hij me. Hij stond in zijn pyjama voor het raam en hij wees naar een prachtige wolk die beschenen werd door de avondzon. Daar woont hij, zei hij. Ik zie hem niet, zei ik. Dat klopt, antwoordde hij. Jij kent de code niet. Mijn grootvader was altijd de norm. Vanaf het eerste moment dat ik me kan herinneren was zijn mening de meetlat waarlangs ik alles legde. Ik vond mijn grootvader niet excentriek. Integendeel. Juist grootvaders van vriendjes die niet in Amerikaanse auto's reden. Die niet 2 keer per week een kofferbak eten langskwamen en die niet 6 boerderijen bezaten, vond ik raar. Ja, dat moet ik misschien nog even uitleggen. Mijn grootvader was een nogal rechtlijnige man. Na de oorlog reed hij alleen nog maar in Amerikaanse auto's, omdat die van ons op vrijdags waren. Hij had er ook altijd 4, omdat hij altijd bang was dat er 3 kapot waren. Dan had hij nog een 4 op weg te kunnen. Maar het rare was ook dat die Amerikaanse auto's hebben natuurlijk een automatische versnellingsbak. Nou had hij een keer een artikel gelezen dat mensen die een automatische versnellingsbak rijden meer kans hebben op trombose in hun linkerbeen, omdat ze dat niet gebruiken. Dus wat gebeurde er? Die Amerikaanse auto's werden geïmporteerd. Daar werd de automaat uitgehaald, uitgesloopt en daar werd een houtmatige versnellingsbak ingezet. Zo was hij dus, zo'n man was hij. Hij kwam ook 2 keer per week bij ons langs. Hij woonde in onder Eindhoven, wij woonden in Vught. Toen was de A2 nog een weg met 16 stoplichten. Dat was de N2. En hij kwam 2 keer per week langs, kwam hij eten brengen aan ons. Terwijl, het sloeg nergens op, we genoeg eten. Maar hij wilde altijd dat we genoeg eten. Hij had ook altijd die grote jerrycans benzine bij zich. En dan ging hij onze auto's vullen met benzine.
Dan zei hij namelijk van, ja, nee, maar ik tank in België, dat is goedkoper, dus dat is slimmer. Maar dat was gewoon dat we altijd wegkomen. Ja. Nou, zo man.